Goedendag mevrouw, ik ben Barbara van Veld. Hallo Barbara, ik ben Cora. Dag Cora. Hey, wat heb je een fantastische geveltuin. Ja, echt hè? Ja, super. Hoe ben je erbij gekomen om die te maken? Wel, ik dacht een beetje meer groen in de stad kan geen kwaad. En toen heb ik de geveltuinen aangeplant hier. Stel dat ik nu zo'n huis koop, Cora, en ik wil ook wat meer groen in de stad. Welke tips zou je mij dan geven? Oh, informeer toch eerst even bij de gemeente of het überhaupt mag. En dan heb ik eigenlijk gekeken naar de oriëntatie van mijn gevel, want niet elke plant is geschikt om noordelijk georiënteerd geplaatst te worden. Nee. Heb ik gekozen eigenlijk voor de wilde wingerd, want die beschadigt mijn gevel ook niet, want ja, klimop doet dat wel. En de wilde wingerd niet. En daarboven is dat nog schoon in elk seizoen. Ja. En je hebt je niet beperkt tot een aantal tegels hier, maar je bent ook daar aan de slag gegaan? Ja, dat is eigenlijk een stukje van de stad zelf. En wij hebben gewoon gevraagd of we daar zelf ons eigen ding mochten mee doen. En in ruil voor het eigen onderhoud mogen wij daar zelf onze planten in zetten. En kunnen we zo de eigenheid een beetje doortrekken. Heel mooi. En is dit het enige groen dat je hebt of heb je achter je huis ook nog een tuintje? Nee, ik heb nog een heel leuk tuintje. Gaat je mee? Graag. Allee, kom. Wauw. Dat is de moeite, hè? Welkom in mijn stadstuin. Super. Goh, eigenlijk was dit hier gewoon een betonnen doos. En hebben we ervoor gekozen om eigenlijk de beplanting aan de zijkanten te zetten. Zeer slim. Zodat je in het midden je gangpad houdt voor over te lopen. Dat maakt dat ik eigenlijk ook heel weinig onkruid heb. Want op plaatsen waar het onkruid normaal gezien zou gedijen, heb ik gekozen om eigenlijk mijn eigen favoriete planten neer te zetten. Wij zijn hier in de stad omdat deze kant zuidelijk georiënteerd is, op zoek gegaan naar schaduw. Ja. En we wilden niet gaan voor een klassieke parasol. En ook een boom in het midden zagen we niet helemaal zitten. Dus hebben we gekozen om eigenlijk in de vier hoeken van de pergola verschillende klimplanten naar boven te laten komen. Mm-hmm. Die zorgen voor een mooi schaduwspel in de zomer en in de warmere periode. In de winter zijn ze bladverliezend en hebben we eigenlijk maximaal licht in de leefruimtes binnen. Ik zie ook dat je dat helemaal zonder pesticiden aanpakt. Hoe doe je dat? Wel, eigenlijk doordat we water hebben voor de vogels, komen die andere ongenode gasten wegpikken. Ja. En zo blijft het systeem eigenlijk altijd een beetje in evenwicht. Ja. De ene eet de andere op en ik probeer zo weinig mogelijk in te grijpen in de normale gang van zaken. En dat werkt blijkbaar. Ja. En roze bottels ook nog voor de vogels. Oké, super gedaan Cora. Dank je wel dat je mij die tips wou geven en dat ik eens mocht komen kijken. Heel graag gedaan. Zeg, gaan we een tasje thee drinken? Zalig. Oké.